Voorzitter, de minister-president bevordert de eenheid van kabinetsbeleid. Dat is artikel 45, lid 3 van de grondwet, om hem even te herinneren aan wat de heer Azarkan vroeg. En dat moet hij in de ministerraad doen. Daarvoor is een reglement van orde van de ministerraad en daarin staat dat in geen geval handelt de minister of staatssecretaris tegen een besluit van de raad. Nou liggen er tientallen besluiten van de raad die over 2030 gaan. Heeft de minister van Buitenlandse Zaken gehandeld tegen een besluit van de raad? Nee, omdat hij namens zijn partij heeft gezegd dat hij wil heronderhandelen over het regeerakkoord. Dat is natuurlijk uiteindelijk een zaak van de fracties, niet van het kabinet. Omdat we daar verschillende rollen in hebben. Sommigen zijn partijleider, sommigen zijn dat niet. En het ligt ook voor de hand dat het coalitieakkoord in de eerste plaats een zaak is van de fracties. Maar vanzelfsprekend is er in die beraadslagen donderdag en vrijdag ook contact gehouden met de schagende fracties. Dus we konden ervan uitgaan dat het ook een wens was van de fractie, van zijn fractie, van het CDA. Dus daar zie ik geen enkel bezwaar. En verder geldt, wat ook Heerma zei in zijn betoog, dat totdat is heronderhandeld en we het ergens over eens zijn, de bestaande teksten staan. Heer Omtzigt. Voorzitter, nu wordt hij wel heel bijzonder. Want inderdaad kan de fractievoorzitter, die hebben het kabinet, die hebben het regeerakkoord geschreven, die zijn verantwoordelijk, die kunnen vragen om een heronderhandeling. Dat kan. Gebeurt ook wel eens. Maar hier kan een minister vragen om een heronderhandeling. Dezelfde minister die een andere staatssecretaris van zijn eigen partij liet ontslaan omdat ze een kranteninterview gaf. Dat werd met sms'jes bevestigd. Die hebben we van elkaar. Dat is ook de enige keer dat de sms'jes tussen de bewindspersonen zien. En nu die bewindspersoon precies hetzelfde doet. Een groot kranteninterview waarin het kabinetsbeleid volledig onderuit gehaald wordt. En dan kan het kabinetsbeleid misschien niet zoveel schelen. Maar daarmee tienduizenden boeren en provincies in onzekerheid brengt. Nu is dat totaal anders. Kan de minister-president uitleggen wat nou het verschil was tussen de twee interviews van minister Hoekstra en het ene interview van staatssecretaris Keizer, die achteraf overigens nog groot gelijk bleek te hebben ook nog, want dat coronatoegangsbewijs is daarna weer snel afgeschaft. Omdat toen Hoekstra hier om vroeg, hij ervan uit kon gaan dat hij steun had van de hem schadende fractie om het regeerakkoord te heronderhandelen. Dat is ook net bevestigd in de eerste termijn van de Kamer door zijn fractievoorzitter. De heer Omtzigt. Was dat ook het geval in augustus van het afgelopen jaar? Daar hebben we een heel debat over gehad. Ik heb toen ook uitgelegd dat het een partijleider die ook vicepremier is, enige vrijheid heeft, zeer beperkt en niet te vaak alsjeblieft, heb ik allemaal letterlijk zo gezegd, om een keer zo'n interview te geven. En daarvan heeft u ook gezien, en ook die Hoekstra heeft er iets over gezegd, dat we dat niet te vaak moeten hebben. Maar dit is echt iets anders. Hier heb je te maken met een heronderhandeling over een regeerakkoord. Dat moet kunnen. Heeft hij gehandeld tegen de besluiten van de Raad? Nee. Maar hij heeft mede namens zijn fractie gezegd dat zij behoefte hebben om opnieuw te kijken naar dat deel van het regeerakkoord. En dat mag. Tot slot, heer Omtzigt. Nou, voorzitter, het is mij helder. Een kabinet van minister-president Rutte dat vastgelopen is in de stikstof, in de migratie, in het herstel van het toeslagendossier in Groningen, vindt het geen probleem om, nadat ze een jaar onderhandeld hebben over een regeerakkoord, nu maanden te gaan heronderhandelen over dat regeerakkoord. En ja, als ik het zo bekijk, zijn er in deze Kamer slechts 4 mensen die het begrijpen. En dat zijn de 4 mensen die in vak K zitten. Wat nou precies de bedoeling is van het stikstofbeleid. Als het zo gaat om een brede heronderhandeling over het regeerakkoord, zou ik er dan een groot bezwaar tegen hebben. Het beperkt zich hier tot de stikstofparagraaf. En in het bijzonder lijkt de wens van het CDA ook te gaan over het jaartal.